Surinaamse jazzmuzikanten gaan spelen. Kid Dynamite, Teddy Cotton, Boy Edgar. En moet je voorstellen, elke avond stampens vol in oorlogstijd. Heel bijzonder. En er zit hier wel iemand vanavond die daar ook nog veel meer over kan vertellen. En grootvader en overgrootvader die allemaal met deze jazzclub hadden te maken. Als je ook naar het toilet moet, wat op de eerste is, kom je voorbij een poster. Dan staat Kid Dynamite, juli 1941, de jazzclub geopend. En dat was bijzonder, want jazz was verboden. Muziek, Amerikaanse muziek. En hier kon het allemaal, want Katendrecht was een soort van vrijstaat. De Duitsers hadden bedacht dat de Duitse soldaten niet in deze wijk mochten komen vanwege de ziektes die ze bij de dames in deze wijk zouden kunnen oplopen. Dus er stond een groot bord bij de ingang verboden voor Duitsers. Dus zo kon allemaal weer van alles plaatsvinden wat er mocht. Ze kwam de Jesse hier terecht. En ze hadden zelfs een waarschuwingssysteem, dat als er dan toch een Duitser kwam, dan kwam iemand waarschuwen. Daar heeft ze een schilderij om, er kwam Hitler tevoorschijn. Daar speelden de muzikanten allerlei Duitse slagers. En zo ging het hier allemaal heel erg goed. Na de oorlog is het eerst een worsteltent geweest, die ongeveer, de ring, ik denk ongeveer zo groot als jullie, waar jullie allemaal zitten. We hebben allerlei mannen worstelwedstrijden en trainingen gedaan. Daarna werd het bioscoop Maas. En daarna werd het een Griekse nachtclub en restaurant met twee verschillende eigenaren. En wij hoorden dan, dat op het op maandagochtend die werd gesproken, een scherpen voor de deur waren, was de secretarie gedanst, die was vooral. Want die borden gesmeed, want het beter het eten, hoe meer serviezen door de lucht ging. Dus wij vinden het heel fijn dat we af en toe die Griekse tijden nog een beetje kunnen herleven. Dus aanstaande zondag, bijvoorbeeld, dus één keer in de twee, drie maanden, denk ik, hebben we een Griekse middag. En dan vinden wij het ook leuk dat ook nog een beetje van de 80ers, 90ers Griekse zeemannen hier nog komen dansen. En heel stiekem zo'n bordje hier nog over die vloer gooien. Toen kwam in Rotterdam de jaren 80, was dat een beetje de stadsfamilie zijn en toen zijn we de hele boel gesloten. Nou, gelukkig hebben we toen al bewoners gevochten om dit hoekpand te behouden. En dat is heel gebeurd. Zij hebben toen 17 jaar hier het wijkmuseum van Katendrecht hier beneden gedraaid. Als een vrijwilligersinitiatief, dat is op een gegeven moment testieren gegaan. Dus zo kwam we in de avond, stond ik leeg. En dan kwamen we dus buren vertellen, zijn wij verliefd geworden in dit huis. En toen dachten we, ja, het is eigenlijk een soort verhalenhuis. En wat is er niet belangrijker dan mensen elkaar wat beter leren kennen? Zeker nu, in deze tijden, via die persoonlijke verhalen. En eten helpt daar altijd heel veel bij. Dus zo zijn we eigenlijk het verhalenhuis begonnen. Eerst als staat als tijdelijke werkplek. Toen zijn we een beetje boven gaan kraken. En toen zijn we eerst uitgegooid. En toen hebben we dus toch via heel veel crowdfunding en stichting opgericht. En uiteindelijk konden we dit pand kopen. Ik zeg het even heel snel. Al een lange tijd. En zijn we in 2013 zijn we hier het verhaalhuis konden weer doorzetten. En met heel veel mensen, vrijwilligers, heel veel mensen die de financiering hebben, dus hier en een lift kunnen aanleggen en intussen het hele pand kunnen renoveren. Nou, zo is dit het verhaalhuis ontstaan. Als jullie tijd hebben en zin, je mag helemaal wat aan zonder. Het is alleen maar leuk als je op ontdekkingstocht gaat. Kan op een andere dag. Je kan elke dag komen lunchen, koffie, thee drinken, verjaardagen vieren, komen vergaderen, programma's komen volgen. Dat vinden we fijn. Nou, vandaag hebben we de volkskeuken. We vragen altijd aan de hoofdgast van de avond: zou je zelf willen koken? Of heb je een lievelingsmaaltijd? Wat zou je willen doen? En Miro Lolo zei tegen mij: ik heb Indische roots, wortels. Dus, we hebben aan Miro gevraagd, zou ik op een avond willen koken? Maar Jim komt dadelijk, want we gaan dit vanavond zo doen. We hebben eerst acht 1 van de maaltijd, en dan hebben we acht 2. Dus tussen de tijden door, dan gaan we dus de verhalen door, komt Jim dadelijk even vertellen wie zij is en wat we dan eten. Volgens mij hebben we toch een beetje te lang gekletst dan. Dus dan gaan we vragen om Agnes, dat is de host van vanavond. Dus we gaan vragen om Agnes erbij, komt er een applaus voor.